Dag, mijn naam is Jozef Aert en integraal van werkwaardig voor de knie. Hoeveel van zo'n integraal is het integraal van dx gedeeld door x kwadraat plus 2ax plus a kwadraat? Ja. Dan zie je een noemer en werkwaardig voor de taal, namelijk de noemer gelijk aan x plus a kwadraat. Dit is dus x plus a kwadraat. Ja. Dan wordt integraal wordt in feite een integraal van dx gedeeld door x plus a kwadraat. Een tweede macht in een noemer kun je naar de tel brengen door er min 2 van te maken. Dan krijg je de integraal van x min a tot de macht min 2 dx. En van de x maak ik met dx plus a. Want je moet altijd een tel bij optellen. Nu, dat is een basisintegraal. Dat wordt dan min 1 gedeeld door a, x plus a plus c. Ja, dat betekent dus die merkwaardige productintegralen wordt deze wordt altijd min 1 gedeeld door x plus a plus c. Bijvoorbeeld de integraal van dx gedeeld door x kwadraat plus 6x plus 9. 6x kwadraat plus 6 is dx gedeeld door x plus 3 kwadraat. Ja, dat is een merkwaardig product. Dat wordt dan volgens formule dan min 1 gedeeld door x plus 3 plus 2. Tweede voorbeeld, dx kwadraat min 4x plus 4. Dat krijg ik dan dx gedeeld door x min 2 kwadraat. Dat is ook een merkwaardig product. Dat wordt dan gelijk aan min 1 gedeeld door x min 2 plus c. Dus soms heb je een soort ander formule, bijvoorbeeld de volgende voorbeeld hier is ja, het integraal van dx gedeeld door 2x kwadraat plus 20x plus 50. Dan kun je de noemer de 2 buiten brengen, dan krijg je dx gedeeld door 2 keer x kwadraat plus 10x plus 25. Dan zie je dat je nu ook een merkwaardig krijgt, x plus 5 kwadraat, dan krijg je is een half. Dit is gelijk aan half maal de integraal van dx gedeeld door x kwadraat plus 10x plus 5, wat x plus 5 kwadraat is. En dan krijg je de formule min 1 gedeeld door 2 maal x plus 5 plus 1. Dat zijn dus integralen van merkwaardige producten. Dank voor de aandacht en de volgende keer. Bye bye.